Dames en heren, hoe blij kan een mens eigenlijk zijn? Zeer blij, super blij. Als je ziet hoeveel mensen hier rondom mij staan, allemaal verenigde vrienden samen. En dan heb ik het niet alleen over het fanfarebestuur, niet alleen over muzikanten of drumband, maar al die vele sympathisanten die gedurende een gans jaar en ook vandaag aanwezig zijn, naar de fanfare komen, komen luisteren, supporteren, er gewoon bij zijn. Je kan niet geloven hoe deugd dat doet, hoe hartverwarmend dat is. Ik ben ook zo blij dat er heel veel families en vrienden zijn vanavond. Ook dat doet deugd en is zo hartverwarmend. Ik ben ook zeer blij met de komst van onze burgemeester Katja en het Schepencollege. Ik denk dat men in het gemeentehuis van Berlaren zeer dikwijls ons fanfare-logo wel lekker ziet passeren. Het zij via briefwisseling, het zij via e-mail, noem maar op. Dat komt omdat we een buitengewone goede samenwerking hebben. En die samenwerking die straalt uiteindelijk af in een zeer mooi cultureel leven in onze gemeente. Tof dat jullie erbij zijn alleszins. Ook tof dat mijn collega-voorzitter Frankie Vanee en een aantal mensen, bestuursleden van Pantarij, onze bevriende toneelvereniging, daarbij zijn. Dat is al jaren zo dat wij bevriend zijn en de laatste jaren gaat dat alleen nog maar in opgaande lijn. Wij vinden dat zeer tof, wij koesteren dat enorm en vandaar een dikke merci dat je samen met ons feest kon vieren. Dames en heren, allemaal zeer welgekomen tijdens het galabal van de fanfare. 150 jaar fanfare, 150 jaar, dat zijn 15 decennia, of anderhalve eeuw, dat is niet weinig. Ik ben ervan overtuigd dat mijn allereerste voorganger, dat is voorzitter Juliaan de Smet, zijn bestuur en muzikanten in november 1864 zich wellicht uit vreugde Lazarus zouden hebben gedronken, hadden ze geweten dat wij hier vandaag feest zouden vieren met diezelfde fanfare die toen is opgericht. 150 jaar, dat is zeer toevallig ook de leeftijd van mijn vader en mijn moeder samen. Ik ben zo blij dat ze er vanavond bij zijn, maar door de laagstaande zon in de festivalhal kan ik ze het niet direct zien. Maar ik ben zeer blij dat ze erbij zijn vanavond. Ik heb eigenlijk eens geprobeerd om de voorbije weken uit te rekenen hoeveel muzieknoten onze muzikanten gedurende de afgelopen 150 jaar de wereld ingestuurd hebben. Natuurlijk, dat kan je niet berekenen. Het moeten er vast miljoenen zijn, misschien wel miljarden zijn. Allemaal voor het vermaak van de mensen en voor het vermaak van onze eigen muzikanten zelf natuurlijk. Eigenlijk, dat is altijd gebeurd, en dat is wel zeer belangrijk, in een zeer vriendschappelijke sfeer. Ik refereer altijd naar onze repetities. Als de repetitie gedaan is, dan zit onze cafetaria barstens vol met muzikanten die graag nog een pintje drinken, die graag nog een beetje keuvelen of socializen, zoals we dat zo mooi zeggen tegenwoordig. Maar dat maakt eigenlijk de band tussen onze verenigde vrienden. Ik vind dat gewoon liever super. Ik vind dat tof dat ze dat op die manier kunnen doen. Wat ik ook tof vind is dat de fanfare tegenwoordig hipper is dan ooit. De fanfare komt meer en meer in beeld en dat is wel zeer fijn. Ik refereer bijvoorbeeld naar binnen enkele weken, dan kan je in de bioscopen een nieuwe film zien die gaat over het fanfareleven. De titel is Brabanson. Een aantal mensen onder jullie weten dat waarschijnlijk al. Het gaat over een Vlaamse en een Waalse fanfare die het tegen elkaar letterlijk opnemen. Zeker eens gaan kijken. Of bijvoorbeeld de afgelopen maanden, toen dat er een zeer mooie tentoonstelling was van onze topfotograaf Stefan van Vleteren. Die heeft de fanfares en de harmonieën in ons land op een schitterende wijze in beeld gebracht. De titel trouwens van de tentoonstelling was En avant marche. De mensen weten dat waarschijnlijk. Met diezelfde titel, En avant marche, staat er een zeer mooie productie te wachten in het NT Gent. Met het gezelschap van niemand minder dan Alain Platel. Hij was onlangs nog te gast bij onze fanfare, maar hij gaat er een zeer mooie productie op het podium zetten die gaat over het fanfareleven. Zeer breed maatschappelijk, maar zeker de moeite, in première vanaf 22 april 2015. De regie is in handen van onze eigenste Frank van Laken en de muziek, de compositie, is, hoe kan het ook anders, van de hand van onze eigen eredirigent Steven Prengels. Steven, ik ben trouwens zeer blij dat je er vanavond
bij bent. Zeker welkom alleszins. De fanfare dus hibberde nooit. Nu, ik ben ervan overtuigd dat jullie niet naar hier gekomen zijn om naar een lange exposé te luisteren. Dus ik ga daar ook bij afronden. Ik wil wel nog even zeggen dat ik het dus zeer fijn vind dat jullie er vanavond bij zijn. Al van in het begin van het jaar trouwens. Herinneren jullie het nieuwjaarsconcert? Een prachtige opener van ons jubileumjaar. Jammer genoeg waren er op het einde ergens een beetje bloemen zoek of geen bloemen. Dan hebben we maar een aantal azalea's laten aanrukken van op het podium. Maar het was schitterend. 2 maanden later was er het concert, het dubbelconcert. Tussen onze fanfare en ook de big band Ben Vlierakkers. Met pareltjes van solisten. Het was een performance, Herman, je weet het ook nog om u tegen te zeggen. En dan nog 2 maanden later was de muziekappel van de luchtmacht bij ons. Nog zo'n hoogstaand topevenement. De mensen die er toen aanwezig waren, herinneren zich waarschijnlijk ook nog dat de dirigent, de kapelmeester, kapitein Silissen, geen been had om op te staan. Ik heb mij laten wijsmaken dat hij eigenlijk gewoon bischen had. Of zoiets. 2 maanden later waren alle Groot-Berlaarse verenigingen vertegenwoordigd tijdens het Zomerfestival, samen met onze bevriende Sint-Judocus fanfare uit Nederland. En over enkele weken, tijdens het 25e nieuwjaarsconcert, een jubileumeditie trouwens, dan valt helaas definitief het doek over 150 jaar fanfare. Jullie zijn zeker nu al uitgenodigd. We halen alles uit de kast om er een denderend concert van te maken. Maar jullie zijn dus nu naar hier gekomen voor het galabal van de fanfare. Wellicht het grootste feest ooit in de ganse geschiedenis. Ik zou zeggen, geniet daar bijzonder van. Maak ambiance. Maak er een feestelijke avond van. En onze burgemeester zal het misschien niet graag horen, maar breek gewoon het kot af vanavond. Aan de vrouwen die hooghielikes hebben, laat ze uit, trek dansschoenen aan. Maak gewoon volop ambiance. De avond trouwens is mede tot stand gekomen, en dat wil ik toch wel eens even vermelden, dankzij ook een aantal sympathiserende mensen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan drukkerij Newprint van Dalen, aan Dranken Verkruisen, Imo de Bruyne, Fintrobank Wetteren, restaurant Mosselke en La Tabacanaria. Jullie zien ook groenbeplantingen hier in onze receptieruimte en ook in de dinerzaal. Dat is afkomstig van de firma Rimboud uit Schellebelle. En als jullie straks aan tafel gaan, zullen jullie merken dat de tafels zeer mooi gedecoreerd zijn met bloemen. En dat zijn creaties van de hand van florist Kappens uit Berlaren. Die heeft trouwens het afgelopen jaar altijd al onze podium- en bloemenversiering gedaan. Aan al deze mensen een dikke merci en een warm applaus voor hen. Dank u wel. Ik ga jullie dus een prachtig galabal wensen. Maar afsluiten doe ik zeer graag met het volgende. Ik hoop dat hierboven de hemelpoort een zeer klein beetje open staat, zodanig dat diegenen die ons zijn voorgegaan de afgelopen 150 jaar ook een stukje kunnen meegenieten van deze fantastische avond. Dat zij getuigen zijn van een zeer mooie fanfare. De fanfare, de koninklijke fanfare, de Verenigde Vrienden uit Overmeren. Dames en heren, lang leven de Verenigde Vrienden. Ik dank u. Aansluitend geef ik ook zeer graag het woord aan onze burgemeester Katja en zeer recent ook volksvertegenwoordiger in de Kamer in het federale parlement. Dames en heren, Katja Gabriels.